Dat schuift ook nog eens op, dat zou natuurlijk. Best kunnen. Goed, dankjewel, Jan. Vanavond zijn het de broers van Comilfo die u en ons ook een cadeautje geven. Als ze ons niet meer mogen entertainen in het theater, dan maar vanuit hun kot met een speciale coronaversie van hun klassieker Ruimtevaarder. Voor alle mensen die nu thuis zitten, een liedje. Raf! En voor alle mensen die thuis zitten ook! Ja, dat zei ik. Ja, voor alle mensen die thuis zitten dus. Meester Frank, ik kom waarschijnlijk morgen niet naar school. En ook overmorgen zal wat moeilijk zijn. En evenmin de week die komt, ja zelfs de maand die volgt. De kans dat ik op school verschijn is klein. Het is niet meester Frank omdat u mij zo vaak straft en mij één keer zelfs domkop heeft genoemd. Nee, het gaat om een klein geniepig beestje. Het kruipt stiekem in lijf. Meester Frank, ik denk dat ik maar beter binnen blijf. U weet toch, meester Frank, dat ik ruimtevaarder ben. Ik zweef al jaren door het heelal. En soms hou ik dan van op de maan de aarde in het oog. En dan kijk ik naar die grote blauwe bal. Het is wonderlijk hoe stil en bang de wereld nu wel lijkt. De vraag is hoe lang dit nog duren zal. Maar het staat geschreven in de sterren. Wacht, ik lees het even voor. Meester Frank, was je handen. Hou voldoende afstand, blijf in je kot. Maar vooral zorg voor elkaar. En zo komen we uiteindelijk toch weer door.